Hey, daar zijn we dan. Hey. Op de dag van de jeugd. Jij ook. Hi. Ik richt mij op alle wethouders, beleidmakers, et cetera. Want hier tegenover staat JEB. Ik ben bij het LOC en ik zeg, kom maar praten. We zijn ervoor met heel veel jongeren. Wat ik heel graag wil zeggen is dat de inspraak van jongeren niet onderschat moet worden. Ik denk dat de passie waar jongeren soms hun mening over kunnen uiten en tegelijkertijd ook de manier waarop ze dat doen, dat het een hele waardevolle manier is. Ik ben jeugdambassadeur, net zoals Job. En wij zijn hier gekomen vandaag om een workshop te houden over kinderrechten. Wij willen een krant maken over kinderrechten, omdat sommige kinderen helemaal niet weten wat ze moeten doen als ze mishandeld worden of als een fietsje tegen. Op weg naar hele goede samenwerking met het LOC. Wat ik belangrijk vind is dat er meer subsidie moet komen en dat er meer voor de vergrijzing, want de vergrijzing wordt steeds meer, er komen steeds meer kinderen en we moeten meer ook daarop focussen en de jongeren op een goed pad brengen, dus ook voor de zorg en dat hun goede zorgverzekering hebben en de kosten wat minder worden voor iedereen eigenlijk. Veel medezeggenschap voor alle kinderen en alle jongeren. Je kan niks bedenken en regelen en wet en regelgeving zonder ze zelf erin te betrekken. Hallo, ik ben Marja Valkenstein van het Nederlands Jeugdinstituut. Samen met cliëntenorganisaties hebben wij deze publicatie gemaakt. Ik vind het belangrijk dat er al van jongs af aan geïnvesteerd wordt in een netwerk. Want je ziet heel vaak dat mensen die al 18 zijn, dat ze dan pas een beetje beseffen van oh, ik heb eigenlijk niet heel veel mensen waar ik op kan terugvallen. Dus ik vind het belangrijk dat er al op een jonge leeftijd daaraan gewerkt wordt. De kinderrechten nu vertelt eigenlijk dingen over. Nou, ze hebben ons dingen geleerd over de rechten van kinderen. Ja. En ik vind het belangrijk dat jongeren die geen problemen hebben, waar alles oké mee is, dat die zich ook kunnen ontwikkelen. Dat daar projecten voor zijn, zodat ze talenten kunnen ontdekken en met die talenten iets nuttigs kunnen doen. Beste jongeren, stay in school en heb lol. Geniet ervan. Om de jonge participatie beter te laten werken. Ik denk dat ze moeten eigenlijk door de jongeren gemaakt worden, gedaan worden. Eigenlijk participatie, iedereen doet mee, zeg maar. En jongeren dus ook. Dus dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. En vaak is dat ook wel zo. En nu zijn er ook wel altijd wel kwetsbare jeugdgroepen waarbij het lastig is om te participeren. Maar ik vind het eigenlijk door iedereen, dus zowel de jongeren zelf als door mensen die met jongeren werken, iedere dag weer opnieuw tot stand moet komen. Wat ik van de transformatie vind, is dat het een hele mooie impuls is om de zaak nou eens echt anders aan te gaan pakken. Wat vind jij belangrijk dat de toekomstige professioneel nodig moet hebben? Oh, nou wat ik belangrijk vind is dat je eigenschappen hebt zoals bijvoorbeeld inlevingsvermogen. Nou, wat ik belangrijk vind is de opleiding. Daarnaast vind ik ook dat toekomstige professioneel moet luisteren en moet meedoen. En daarnaast ook moet laagdrempelig moet maken voor de klik met de cliënt. En als er een klik is met de cliënt, dan is er een open en dan kan alles gedaan worden. Kom eens. Ik ben er. Ik ben er, zegt hij. Ja, fotobom, vind ik leuk. Ah, dankjewel.